feestje dat dit jaar naar mijn mermaid gaat, ga ik als eerste gaan maken. Aansluitend de twee meisjes die voor België en de Benelux volgend jaar naar Egypte afreizen. Mag ik een applaus voor Ina, Olivia en Cara. En de Benelux gaan vertegenwoordigen in India op Miss Multinational. De twee meisjes die respectievelijk België en de Benelux mogen vertegenwoordigen en door de organisatie daar zijn uitgekozen, Lisa en Axel. Die wacht een heel druk jaar vol eco-projects. Uw applaus voor onze Miss Eco, Nora Ventrilia. Oké. En ik zei u al vanavond dat Annick in onze jury zat. En Annick, die is zaakvoerder, of die heeft het bedrijf Varuna International Pageants. We hebben daar geen lintjes voor, want Annick wist op voorhand niet voor welke verkiezing ze iemand kon sturen. Wist ook niet hoeveel meisjes en naar waar ze kon sturen. Maar ze heeft wel beslist om vanavond een aantal meisjes uit te kiezen die voor haar internationaal mogen. Allereerst hebben we Miss Eurovision in Rijssel. Daar mogen drie meisjes naartoe. Uw applaus voor Anouk, Chloe van Her en Nora. Waar werkt ook één meisje af dat ons land mag vertegenwoordigen in Singapore? Op Miss Lumière. Het meisje dat daar België gaat vertegenwoordigen, Olivia. En dan stuurt ze nog één iemand naar Miss Freedom of the World. Nu, een leuk weetje is dat een van onze meisjes daar vorig jaar een top 5 behaalde. Het meisje dat België mag vertegenwoordigen op Miss Freedom of the World. Uw applaus voor Merel.